In deze 13-delige serie van Bij de Politie volgen wij onder andere de mobiele eenheid, de ongevallendienst, politie te paard, het wijkteam autosnelwegen en het metroteam. Zij ondersteunen de Amsterdamse wijkteams. Wij geven u een kijkje achter de schermen bij deze diensten. We hebben vandaag ongeveer 300 politiemensen rondom de arena in dienst voor Ajax Feyenoord. Dat bestaat uit de normale ME-mensen, een aantal pelotons. We hebben hondengeleiders, we hebben beredenen, we hebben aanhoudingseenheid, supportersbegeleiding en dan nog wat ondersteunende eenheden die vandaag paraat zijn. Ons peloton zal de Feyenoord supporters begeleiden van en naar de treinen en zal ook op het vak plaatsnemen. Alles. Ja, dus jij ervoor en jij erachter. Ik ga ook achter aan de corona staan. Dus even aanstaat bij de B-sectie. Jullie voor om een beetje de tempo te dempen. En als het te hard gaat, laat je ze gewoon los. Ga je aan de kant. Ja, voor ons is het belangrijk dat we proberen niet op de belangrijke sporen te gaan staan. Het scheelt weer. We doen die schermen even dicht. We gaan de vuur opklappen. Even los, jongen. Sectie gaan aansluiten, de heren begeleiden. Een hoop geschreeuw over en weer. We begeleiden ze nu naar het vak en dan wachten we op de volgende trein. En welke is de auto die je uit moest wijken, het kadetje? En die stond geparkeerd daar? Deze stond allemaal geparkeerd. Ja, deze hier, en die kwam hier weer vandaan, hè, vanaf de Elias. Die andere? Deze heeft ook schade. Die heeft schade? Oké. Okay. Nou, ik heb al gekeken of ik wat sporen zag staan, maar het is... Hij is daar waarschijnlijk begonnen met uitwijken. Maar ja, je ziet niet die Opel. Want die Opel die is uitgeweken. Maar die bus heeft niemand geraakt, hè? Ze zijn allemaal, die Opel is gewoon gestopt. Die Opel die is gewoon uitgeweken, die is gaan slingeren. Hij heeft gewoon twee auto's geraakt en een tegenlichter. Ja. Maar ik heb geen sporen, geen remsporen, helemaal niks. Ja. Ja.
zie ik nog standaard een afstand van 1 tot 2 meter vanaf je linie. Niet vlak voor je neus die gaat. En ik gebruik al jaren en zo en ik heb vaak afgezet of gezeten zo. Dat is vaak mislukt of zo. Waarom is het mislukt? Dat het te moeilijk was, zwaar voor mij. In wat voor opzichten zwaar? Dat je geen sigaret meer mocht roken in het christelijk opvangcentrum. Ja. Je mocht geen sigaret meer roken en zo en zo. Nee. Christelijk, je moest binnen en zo en dat was te zwaar voor mij allemaal. Ja. Wat ik gebruik al 6 jaar of zo. Ja. Even een vraagje tussendoor, waar slaap je op dit moment? Buiten. Buiten? Je hebt geen slaapplaats op dit moment? Nee. Nee. Ik heb wel slaapzak, onder 4 duk slapen. Hmm. Onder 4 duk. Ja. En je kan nergens meer terecht bij de instelling? Ja, bij legerde zelfs heb ik ook geslapen. Ja. Een paar nachten. Ben je al eens geweest, op de Prinsengracht? Nee. Wat is het psychosociale begeleiding? Het is van het Jelinek. Oh, daar ben ik nog nooit geweest. Ben je er nooit geweest? Nee. Volgens mij heb ik je daar wel eens gezien, want ik heb daar vroeger gewerkt. Vandaar. Oh, Prinsengracht, 196, bij de Westerkerk. Daar heb je een Jelinek, dat is psychosociale begeleiding. Daar kan je aanmelden als jij daadwerkelijk een drugsprobleem hebt en je wil geholpen worden, neem ik aan. Moet je daar aanmelden. Ja. Ja. Maar waarschijnlijk klappen. Ja, dat kan. Nou goed, dat gaan wij al bekijken. Ja, dat is eigenlijk wel. En de bestuurder van de Opel, wie is dat? Dat is die nu. Mijn naam is Muizes van de technische dienst. Ik had er even wat willen vragen. Nee, u reed deze kant op? Ja, dat kan. Ja, in de Opel? Ja. En die bus kwam tegenovergestelde richting? Ja. En waar bent u van geschrokken? Dat is Bellenweg. Ik spreek met de auto van de brek. Helemaal niks. Geen remmen had u? Ja, geen remmen, maar het is een lichte baan. U heeft een klap gehoord? Ja. Van uw eigen auto? Van echt. Ja. Maar het is niet zo dat die witte bus bijvoorbeeld op uw weghelft is geweest of dat u daarvan geschrokken bent. U krijgt een klapband volgens u, of iets raars. Begrijp ik dat goed? Ja. Maar als je de filmauto helemaal is met die auto, een beetje met de straat. Ja. Dan als de busje met de achteraan, dan aan die kant is. Zo is de auto met de vijf. Waarom zo is? Het is mij niet helemaal duidelijk. Ja. Nou, ik ga even naar uw auto kijken. Hij spreekt beter Engels. Ja. Beter misschien in het Engels. Nou, misschien in het Engels. Goed. We gaan even naar de Opel. Hij zegt nou dat... Een klapband mogelijk heb gehad. Hè? Ja, want het is onmoeilijk te verstaan, maar hij zegt dat die witte bus... Ik heb het niet het idee dat hij er echt wat mee te maken heeft. Nee. Hij het eerste dat heeft of een klap of een knal en dan... Gezien de scheuring ja, zou het kunnen, hoor. Dat kan. Ja, maar... Geen, Nou, in dit geval nemen wij die auto mee naar binnen voor het technisch onderzoek. Omdat wij zeker willen weten of die band beschadigd is... Door middel van de aanrijding, dan wel dat hij inderdaad een klapband heeft gehad. Nou, we kwamen binnen. De laatste coupé was vernield, begrepen we. Nou, verder met gebruikelijke geschreeuw gaat tegenover elkaar. Dus we houden nu dit vak houden we vrij. De tweede trein is nu aangekomen, dus we wachten tot ze boven zijn. Als het goed is houden we dit vrij. Als het te druk wordt schuiven we ietsje op. Als we maar voldoende ruimte houden om te kunnen werken zelf. Staan en dan halverwege het vak. Zodat we een beetje bewegingsruimte houden. Hey, kom op, Bolle! Het is handig als de gasten via 416 binnenkomen. Dat is voor jou gezien de verste ingang, maar het is op de meeste plek. Hey, komt die gast niet verder op! Als je het vak opkomt, helemaal bovenin staat een groep hier nogal nadrukkelijk geschreven naar die andere kant steeds. Even dat je het weet.
bedoel je opname? Voor een jaar of zo. Nee. Ze regelen daar allereerst dat je geholpen wordt. Er zijn maatschappelijk werkers die gaan met je aan de slag. Je hebt eventueel onderdak en een nachtopvang als dat eventueel mogelijk is. Alleen als je echt daadwerkelijk hulp nodig hebt, ben je daar van harte welkom, denk ik. Ja. Dus ik zou zeggen, ga daar eens langs. Ja, ik heb ook hulp nodig. Ja, nou, als je dat zelf aangeeft, dan daar zijn die instellingen voor. Dat bestaan dus ook niks. Nee, dat geloof ik best. Je kou slapen, dat is ook niks. Nee, dat begrijp ik. Mag ik jullie wat vragen? Ja? Dat snap ik ook niet. Er lopen zoveel dealers hier op het station. Hè? Mm-hmm. Daar doen jullie niks aan. Een stuk kan ik ze aanwijzen die monden vol lopen. Ja. Echt met monden vol monden lopen. Ja. En weten jullie dat niet? Ja, kijk, we weten ook wel wat er hier allemaal gebeurt. En er gebeurt ook wel wat mee, hoor. En er gebeurt inderdaad wat mee, absoluut. Ja, weet je dat zeker? Ja, want als je die s'avonds hier was zitten, denk je, stik van die dealers, jongen. Er gebeurt je meer dan dat je ziet, hoor. Je kunt tien in een groepje staan. Ja. Maar je kan er niks zien. Nou, goed, wat let je? Als jij collega's van ons zit lopen en jij kan ze aanwijzen, moet je dat doen? Kijk, je vertelt het nu tegen ons, maar... Ja, toch? Ik kan ze allemaal van gezicht. Nou ja, goed, als jij er een aantal ziet lopen en je ziet een van ons lopen, dan moet je ons waarschuwen. Ja. Toch? Maar slikken ze door meestal, hè? Ja, ik weet het niet. Je kan ze al licht aanwijzen en dan kunnen wij maatregelen terug. Eerste indruk is dat het moment dat wij aankomen... Je het idee krijgt dat er een tegenligger iets raars heeft gedaan. Daarna blijkt volgens het verhaal van deze bestuurder dat er mogelijk iets anders aan de hand is. Dus dat er een klapband is geweest waardoor hij controle over zijn voertuig heeft verloren. Ja. Dus een technisch gebrek, in dit geval de klapband, kan heel goed een oorzaak zijn. En dan moeten wij dus wel constateren dat die band iets mankeert. Waar wij van overtuigd zijn, dat is inderdaad een klapband geweest. En als het witte busje dus ook helemaal geen schade heeft, dan is het redelijk duidelijk tot zover. De momenten dat het voor ons even opletten is sowieso voor aanvang van de wedstrijd, als de supporters zich verzamelen. Dan komt het moment dat de ontvanger, dus met de gastpartij, hier op het perron aankomt. Dan is het altijd even spannend, even kijken hoe het gaat, of ze naar elkaar toe gaan of niet. Dan brengen we ze op het vak. De wedstrijd zelf is vrij rustig. De rust is dan nog een moment dat we kijken van nou, hoe is de wedstrijd verlopen, hoe gaan ze met elkaar om. De tweede helft ook weer rust. En dan voor ons dan althans, en niet voor de jongens hier. En dan brengen we ze weer terug naar de trein. En ja, afhankelijk van hoe de wedstrijd verlopen is, zit er dan wat emotie in. En dan proberen die groepen soms bij elkaar te komen en wij moeten dat voorkomen. En over het algemeen lukt dat. Maar dat zijn wel de momenten dat je even scherp moet opletten en ook even alles goed in de gaten moet houden. We gaan richting de omloop. Ja, komen we eruit. Ja, open. Moet er een. Tempo maken. Jongens, even door. Even naar boven. Tempo maken. Kom. Blijkt dat hier tussen die wand, die tussenwand, was het einde van de wedstrijd twee supportersgroepen die behoorlijk tegen elkaar tekeer gingen. Ja, het blijft dan hangen en dat gaat niet weg. Dus we zijn hier even doorheen gestoken. Zijn we naar vak 418 gegaan. En daar hebben we die mensen een beetje gemasseerd, zoals we dat noemen, om toch het pand te verlaten. En dat is wat je net gezien hebt. Oké. Hey, je gaat weer naar beneden toe. Ja, jullie hebben genoeg gefilmd. Ja hoor. Er komt op televisie dit.
al voorzien ja? Bekende Nederlanders. Nou, ja, je weet, weet. Hey, doe je voorzichtig. Oké, man. En neem mijn advies aan. Ja. Ik hoop dat je daar terecht komt. Ja. Ja? Oké. Hey, succes verder. Hoi, hoi. Hoi. Ik heb een achtergrond waarbij ik heel veel instellingen ken. En ik probeer ze zoveel mogelijk te helpen. Ja goed, ik geef ze advies. En over het algemeen komen ze daar nooit aan. Maar ja goed, je zal er net eentje kunnen helpen. Dan heb ik ook weer een goed gevoel hierover. Ik vind dit echt een jongen die graag geholpen wordt. Praat ook veel met ons. Dus we kijken wel wat eruit komt. Misschien dat ik hem ook nog een keer tegenkom. Dat hij netjes gekleed is en een goede burger is geworden. Dan heb ik ook goed werk verleverd, denk ik. Ben ik ook weer gelukkig. Zijn er dan nou een busje met een aanhangwagen erachter. Voertuigcombinatie, langer dan 7 meter. Moet gebruik maken van de twee rechte rijstroken. Nou, in dit geval zijn het er drie en hij rijdt op de linker. Dus dan moeten we alleen nog straks even opmeten of hij... En we rijden 110 in plaats van 80. Ja. Moet alleen straks even opmeten of hij langer is dan 7 meter. Duits kenteken maar wat op. Ja. Dan heb je best kans dat het een Duitser is. Die kans groot. Er zit geen hulpkoppelingetje op. Mocht de aanhangwagen losschieten van deze trekhaak, dan is het gebeurd. Er is een hulpkoppeling, die kan hem nog opvangen. We gaan hem even naar de parkeerplaats brengen. Bij Apkoude. Bij afslag Apkoude. Blijven lopen. Even lopen. Doorlopen. Jongens, doorlopen. Negen stappen naar 8,5 meter. Zeg, van die kleine stapjes voor jou waren er 8 over. Ja. Dat is toch nog te veel van meer. Ja, hij rijdt 100. 10, 100, 10, 10, 10, 4, 100, 4, plaats van 80. Oké. Okay. 80 euro? 80 euro. Ja. Dan de rechte rijstrook, dat is 86 euro. Dus 166 euro moet hij afrekenen. Kunnen we niet van Albert zoeken? Nee. Niet bij het hier, niet bij een Hollander. Nee, niemand. 166. Deze kant hier uit. Doorlopen. 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 Hallo. Doorlopen. Daar is de uitgang, jongens. Die gasten weg, ik wil ze niet op die omloop houden. Allemaal doorlopen, jullie ook. Klopt, hè? Dankjewel, dankjewel. Mag doorlopen, dankjewel. Doorlopen, doorlopen. Geef ze de kans om naar beneden te gaan. Oké, A-sectie even erachter dan naar beneden. Goeiedag, mevrouw. Ik kom hier net aangereden om een buitenspiegel recht te zetten, want die was er binnen geslagen. Ja. En ik stap weer in de motor, staat niet. Sleutel omgedraaid. Ja, maar de accu is niet te knipperen. Nou, zullen we u even helpen? Ik heb 10 seconden stilgestaan. Dus kijken of het lukken wel. Ja, dat zou kunnen. Misschien is een duwtje al voldoende. Misschien wel.
startonderbreker of zo? Dat ze, zit er een startonderbreker op? Ja, er zit wel een startonderbreker op, maar het accu'tje begint wel te knipperen. Dus, ja. Hoe zit het met de knopjes dan op de afstandsbediening? Heeft dat ermee te maken dat er een blokkering in zit? Ja, met het alarm soms wel, maar... Alles naar beneden, ja. Dat is goed, hoor. Zie. Er zit dadelijk nog een zootje staan, hè? Ja, dan ga ik naar beneden. Oké. Okay. Ja, oké, okay, ik ben er, rustig aan. Moet je gewoon zien, we gaan er gewoon rustig aan. Rustig aan, gewoon rustig aan. Moet je boven, moet je eens rustig doen. Maar kijk hier, joh. Kijk, we trekken niks aan de hand. 62, zo even, kom maar Sjaartje eroverheen. Er worden nu wat stenen geslagen. Sjaartje eroverheen. Ja? Dat deed hij dus ook niet. Dus toen zei mijn man, neem mijn auto maar. En dan heb ik dus precies hetzelfde. Dus ik denk dat er een vloek op mijn rust vandaag. Zit het in uw vingers? Het zit niet in de vingers, man. Vrouwen en auto's, denk ik. Maar die accu toch, dat begint daarop te knipperen. Ja, maar dat kan dan... Het ding kan toch niet in een kwartier, in 10 seconden tijd, kan de accu toch niet begeven? Die laat zich toch op als je rijdt? Want waar is dat andere knopje voor, mevrouw? Want het tweede knopje wordt erboven. Hè? Ja, dat heeft ook te maken met... Kijk, ja, dat was zie je wel. Dus... Dat zei ik toch? Ja, ik had bij de garage moeten werken. We gaan dit toch niet uitzenden, hè? Ik ja, dit doen we niet. Ik sta gewoon voor nee, dit, nee, dit doen we niet. We zullen het niet uitzenden. Er kan de beste vrouw overkomen. Zal uw man leuk vinden zo. Ja, die lacht het helemaal blauw. Vergeet u de autogordel niet? Nee, dat weet ik nooit. Oké, okay. Dan gaan we ook weer verder. Bedankt, hè. Het feit is dat het moment dat we geconfronteerd worden met die jongens die van het vak afkomen, we in ieder geval te maken hebben met een hoop agressie. Mensen die erg boos zijn, ja, dan is het toch de bedoeling dat ze doorgaan richting de trein. En ja, dat ze dan niet luisteren, ja, dan moet je wat. Want anders kan een menigte voor je neus daar in dat stadion. Ja, dan heb je een probleem. Dus dan zie je beneden even, dan worden er stenen gegooid. En dat is voor ons altijd een reden om meteen te chargeren. Want het zijn vrij forse bakstenen. Als je daaraan begint, dan sta je veel te snel in de hoek. Dus daar moesten we echt snel op reageren. Dus we gaan richting de voertuigen en horen wat ons te wachten staat. En we verwachten eigenlijk allemaal dat we retour naar huis gaan aangaan. Gaan we naar huis.